Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 8 december van weerplaza. Het is een onstuimig weekend. We hebben te maken met een lage drukgebied dat over de Noordzee naar het zuiden van Scandinavië trekt en dat levert bij ons een stevige westelijke wind op. Morgen draait de wind naar het noordwesten, maar het blijft wisselvallig met een flink aantal buien. Pas volgende week dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied en wordt het allemaal rustiger. Maar vandaag hebben we te maken met een stevige wind vanuit het westen. Aan zee is het stormachtig windkracht 8 en er komen geregeld buien voor vanochtend. De buien trekken in de loop van de ochtend naar het oosten weg. Dan is het vanmiddag tijdelijk droger met ruimte voor de zon. Toch komt er ook nog een enkele bui voor. Maar later vanmiddag en vanavond komen er opnieuw weer stevige buien voor. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 9 graden in Groningen tot 11 in Zeeland en de wind blijft stevig doorwaaien. Morgen waait het ook nog flink, vanuit het westen tot noordwesten. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk aan in kracht af. Het wordt opnieuw een graad of 9 en het is nog erg wisselvallig met een mix van zon, wolken en een paar buien. Volgende week dan wordt het allemaal anders, krijgen we een hoog drukgebied in onze omgeving. Dinsdag en woensdag blijft het helemaal droog. En de temperatuur gaat geleidelijk aan naar beneden, naar 4 of 5 graden op de woensdag... Maandag en dinsdag zijn frisse dagen, en vooral maandag kan er nog een enkele bui vallen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.